Goedendag. Pip Alblas brengt EP uit, digitaal parkeren in Gouda en duurzaamheid en scheiding van huishoudelijk afval. Dit en meer in de Week van Gouda van vrijdag 13 november. De schoolkinderen van groep 5 van Westerschool hebben op vrijdag 13 november ontbeten met burgemeester Schoenmaker in de Huis van de Stad. Het is namelijk de week van het Nationaal Schoolontbijt. In het Huis van de Stad heeft de burgemeester gezamenlijk gegeten en kennis gemaakt met de 25 kinderen van de Westerschool. Burgemeester Schoenmaker betaalt symbolisch voor het ontbijt dat de kinderen meebrengen met een donatie aan de Linda Foundation, dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt. De Goudse Pip Alblas, bekend van haar deelname aan The Voice of Holland 2014, brengt op 14 november haar EP uit in Gouda. Eerder vandaag sprak ik met haar. Dark hair, dark eyes, words hypnotize and make me lose my appetite. No sense of time. Pip, hartelijk welkom. Dankjewel. Nee, je presenteert morgen je EP. Daar heb je al eerder een single uitgebracht in mei? Ja, in mei had ik mijn eerste. Something on the Side. Is dat ook goed ontvangen? Ja, de mensen die het hebben gehoord, die waren er positief over. Dus ja, dat is alles wat je kan wensen. Dat de mensen die wachten op jouw muziek, dat die daar positief op reageren. En dat is, dat is zeker zo geweest. En hoeveel nummers bevatten het, bevatten de EP? De EP heeft 5 nummers. 5 nummers? Ja, een soort van bijna half album is het. Toch wel bijna een half album. Ja. En waar heb je de inspiratie vandaan gehad? Ja, echt overal en nergens. Sommige dingen gaan over, sommige liedjes gaan over dingen die ik zelf heb meegemaakt. Maar sommige liedjes die gaan ook over dingen die ik bij andere mensen zie. En dat is gewoon het leven in het algemeen. De liefde ook, maar er staan ook 2 nummers op die helemaal niet over de liefde gaan. En dan presenteer je morgen je EP dus op 14 november. Ja. Waar presenteer je? Ik presenteer het in de Spiegeltent hier in Gouda. En dat, daar zijn we bijgekomen omdat de broer van mijn vriend, /bassist/manager, alles eigenlijk, die werkt daar wel eens en die heeft dat gewoon mooi voor ons kunnen regelen, dat we daar mochten spelen. Oké. Okay. Hele mooie locatie. En weet je ook hoeveel mensen er komen? Er komt nu ruim 100 man. 100 man? Ja. Dus dat is, wij hadden ingezet op 50 of zo, zeg maar. Als er 50 mensen komen, dan kan het doorgaan. Maar dat is dus echt al ver uit de klauwen gelopen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat is echt heel leuk. Nou, naar aanleiding van je EP heb je natuurlijk crowdfunding actie gestart om het geld bij elkaar te verzamelen. Ja. Wie heb daar mee geholpen? Ja, echt allerlei verschillende soorten mensen. Zeker ook vrienden en familie, maar ook op een gegeven moment kwamen er ook giften binnen van mensen die ik helemaal niet kende. En dat was wel echt, op dat moment dacht ik echt, wow, er zijn gewoon mensen die ik niet ken en niet ken van naam ook. Want ik heb nu wel wat vaste mensen die ik eerst niet kende en die ik wel voorbij zie komen op mijn social media. Maar die ik daar ook nog nooit heb gezien, die gewoon geld willen investeren in mijn muziek. Nou, daar ben ik die mensen onwijs dankbaar voor. Dus echt, daar had ik echt niet op gehoopt. Nou, wel op gehoopt, maar niet verwacht. I blame it all on you. I blame it all on you. I blame it all on you. You're perfect, you. I blame it all on you. I blame it all on you. I blame it all on you. You're perfect, you. Digitaal parkeren. Het kan tegenwoordig op veel plekken, maar nog niet in Gouda. Maar binnenkort wel. Want nog voor kerst kan iedereen in Gouda betalen via de mobiele applicatie voor parkeren. De aanbieders zoals Yellowbrick en Park Mobile zijn vanaf 21 december in de lucht in Gouda. Naar aanleiding van deze berichtgeving maakt de wethouder Hilde Niese bekend dat de slagbomen op parkeerterreinen zullen verdwijnen. We gaan die slagbomen weghalen omdat we dan geen btw meer daarover hoeven te betalen. Nou, dat geld kunnen we dan gebruiken om die invoering te doen. Er gaan ook dingen veranderen. Want nu kom je aanrijden, je trekt je kaartje, de slagboom gaat open. Nou, dan ga je de stad in en dan achteraf betaal je en dan gaat de slagboom weer open. Nou, dat gaat nu niet meer, want er is geen slagboom. Dus nu moet je dan wel, als je niet via de app betaalt, moet je van tevoren een kaartje kopen en in je auto leggen. Dus dan moet je wel ook van tevoren bedenken hoe lang je wil blijven. Het parkeren wordt hierdoor niet duurder. De tarieven blijven hetzelfde. Er zijn ook wat abonnementen op onze parkeerterreinen.
Nou, die worden zelfs een klein beetje goedkoper, maar dat zijn niet zo heel veel mensen die daarvan profijt hebben. Als we alles digitaal hebben, hè, maar dat hebben we nu nog niet per 21 december, maar hopelijk wel op 1 januari 2017 is dat dan dus. Dan is alles digitaal. Nou, en dan kan de parkeerwachter gewoon met een scannertje zo de alle kentekens scannen. En dan kun je gelijk zien, nou, deze heeft wel betaald, deze heeft niet betaald. En dat is natuurlijk wel weer heel efficiënt. Gouda wil tot de duurzaamste gemeente van Nederland gaan behoren. Daarvoor is wel een serieuze inspanning nodig. Het college heeft daarom haar visie op afvalscheiding en duurzaamheid naar de gemeenteraad gestuurd. Gouda dreigt namelijk achterop te raken bij de landelijke trend dat steeds meer gemeenten betere scheidingsresultaten behalen. Wethouder Hilde Niezen over deze ontwikkeling. De gemeenten om ons heen die gaan over naar andere systemen en dat noemen we vaak DIFTAR, gedifferentieerde tarieven. En dat komt er eigenlijk op neer dat hoe beter je het afval scheidt als bewoner, hoe minder je betaalt. Nou, we beginnen bij de wijkteams. We willen nog wel heel goed samen met de bewoners ook kijken hoe we dat het handigste kunnen doen. Zodat het ook voor iedereen praktisch is in te passen in het leven. Halverwege volgend jaar willen we het plan hebben. Dus als het goed is gaat iedereen er wel van horen. De doelstelling is om in 2020 de hoeveelheid restafval terug te dringen van 212 naar 100 kilo. Is dat alleen Gouda of ook landelijk? Nou, dat is nou juist een landelijke doelstelling, die heeft de staatssecretaris zich gesteld. En ja, wij in Gouda willen daar dus graag aan meedoen om ook die doelstelling op ons te nemen. Is het aantal overheid ook in Gouda zo groot of zo hoog? Wij hebben nu per persoon gooien we nog 212 kilo restafval weg. Dus dat gaat gewoon op de grote hoop en de verbrandingsoven in. Nou, als we dat terug kunnen brengen naar 100, dat betekent dus dat we meer dan 100 kilo wel gaan scheiden. En dat we daar weer iets anders mee kunnen doen. Bijvoorbeeld het groenafval waar we weer energie uithalen. Of papier waar we weer nieuw papier van maken. Nou, dat bespaart natuurlijk ook een heleboel geld voor de stad. Dus als wij dat allemaal heel goed gaan doen, dan gaan we ook met z'n allen ook minder betalen. Onder aanvoering van de Goudse wethouder Jan de Laat hebben dinsdag 234 wethouders van Financiën een open brief aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Ze vragen daarin aandacht voor de opeenstapeling van omvangrijke kortingen en de schommelingen in de rijksbedragen. Dit gaat volgens hen ten koste van de voorzieningen voor de inwoners. In de open brief pleiten de wethouders voor een koerswijziging bij het Rijk. Ze willen dat de komende korting op het gemeentefonds ongedaan wordt gemaakt. En dan krijgt u tot slot nog het weer. Zaterdag vallen er stevige buien met kans op fors onweer. Er staat een krachtige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 10 graden. Zondag waait het ook de hele dag door. Wolken en buien wisselen met elkaar af. Het wordt ongeveer 13 graden en in de avond neemt de buien af, maar blijft het nog bewolkt. Tot zover de week van Gouda. Een fijn weekend en tot volgende week.